allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een beetje een bijzondere video. Ik sta hier namelijk voor de paddock met twee paarden erin, waarvan deze bonte hier loopt. En die bonte, daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Het is een beetje een aparte video. Een andere dan anders soort normaal doe ik vaak iets met Mojito of dat ik ga rijden, zeg maar. Maar dat is deze video niet. Wat we namelijk in deze video gaan doen is, ik ga straks eerst... die bonte, daar vertel ik dus zo wat meer over. Die gaan we wassen, want die gaat morgen iets heel erg speciaals doen. En morgen gaan ook nog een paar andere paarden van stal gaan ook nog wat leuks doen hier op stal. Van die stal, handelstal van Suzy, waar ik dus paarden voor rij. Die gaan staan in deze video een beetje centraal. En ik neem u binnenkort ook weer wat meer mee met Mojito natuurlijk. Maar ja, ik kan op dit moment niet zoveel met Mo doen. Dus vandaar dat het een beetje lastig is en ik het moeilijk vind om daar... goede video's met Mo te maken, zeg maar. Omdat het gewoon, ja, het is niet zo heel interessant wat ik op dit moment met Mojito doe. Maar die mag gelukkig over 5 nachtjes mag die alweer mag ik erop gaan zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Maar nu eerst dat in deze video dus gaan doen. Ik ga jullie dus meenemen in het wassen van die bonte daar. En twee paarden van stal die gaan vrij springen. Of 3 paarden. Een aantal gaan in ieder geval vrij springen. En dan neem ik jullie ook een stukje in mee. Want vrij springen van Mojito een tijdje geleden vonden jullie heel leuk. Dus ik dacht, nou dan film ik ook een stukje. Dat de paarden van de stal Sanssouci het ook gaan doen. Dus dat ga ik allemaal laten zien in deze video. Oké, maar dan nu eerst eventjes over deze paarden. Over in ieder geval dit paard. Wat hier in de paddock staat. Dat is Storm. Oftewel eigenlijk volgens mij is zijn volledige naam. Unforgettable Storm Sanssouci. Als ik het goed zeg. Ik weet het niet 100% zeker. Maar dit is Storm. En Storm is een hengst. En dat is het paard van de eigenaresse van die stal. En Storm gaat morgen iets erg leuks doen. Die gaat namelijk naar de hengstenkeuring voor het bonte paardenstamboek. Dus hij moet er een beetje mooi uitzien. En ik mag vandaag dus helpen met het wassen van Storm. Dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe die is. Wat heel grappig is, is dat paard dat jullie, waar die mee in de paddock staat, verdienen, volgens mij. Dat is een merrie. En die staat gewoon samen met een hengst. En het is wel echt een hengststorm. Maar hij staat dus wel gewoon met een merrie in de paddock. Dat kan dus wel, dat is heel grappig. Storm die is geloof ik... L springen en in de dressuur moet ik even zo meteen vragen wat hij gelopen heeft. Maar daar heeft hij ook al wat hoger gelopen. Dus dat is wel heel erg leuk. En het is wel echt, als ik hem zie lopen, is het wel echt zo'n stoere hengst die zo loopt. Maar ja, die ga ik dus in ieder geval zo meteen wassen. En hij is nu lekker zichzelf nog even vies aan het maken in de paddock. Is daar? Maar ja, die gaan we dus zo meteen wassen. Oké, ik sta hier nu met Storm op de wasplaat. En ik had trouwens nog even nagekeken, maar hij is dus Z2 dressuur en dus L springen en B eventing. En hij gaat dus morgen naar de hengstenkeuring toe. Dus dan moet hij natuurlijk wel helemaal schoon zijn. Dus we gaan hem even door de wasstraat heen halen. Ik zal nog even snel filmen, want hij heeft zich wel uitgeleefd buiten. Dus hij is best wel vies. Behalve het gedeelte waar zijn deken zat, daar valt het heel erg mee natuurlijk. Maar hij moet nog wel even lekker gewas worden, want in de hengstenkeuring moet hij er natuurlijk wel goed uitzien. Dus we gaan Storm nu even wassen. Onze achterbenen hebben echt een wasbeurt nodig. Ja.
Helemaal volwassen. Die staat nu hier achter mij. Zo goed als helemaal wit. En morgen wordt hij ook nog een keertje nagedaan voor de laatste stukjes. Want het is nu dus de dag voor de hengstenkeuring. En nu stormt weer de grote stoere schone hengst. In plaats van de grote stoere vieze hengst van stal. En zometeen gaan we hem nog even helemaal inpakken. En dan gaat hij lekker op stal. Daar gaat natuurlijk niet meer de paddock in nu. Want hij moet wel schoon blijven. Hey, braaf. Ben je moe? Hij is al heel braaf. Hij stond goed stil met wassen. En we hebben lekker goed geschropt, helemaal schoongemaakt. En de eigenaressen zijn net zo van, dat heb je met bont. Dat zei ik, ja, daar weet ik alles van. Dat ik er zelf ook een bont, een mootje is ook een bont. Hè? Dus, maar die is niet zo veel wit als dat storm is. Maar is eigenlijk op zijn lichaam vrijwel helemaal zwart. En dan alleen zijn benen zijn echt wit. Maar ja, storm is op zijn lichaam ook echt wel een groot stuk wit. Maar ja. Storm is braaf geweest en hij is nu gelukkig helemaal schoon. Braaf! En hij vond het trouwens ook echt heel lekker als ik met de borstel goed te hard over zijn kont ging. Ging hij ook helemaal zo staan. Zo van, oh, dat is lekker. Dus dat was wel grappig. Oké, nou Storm is helemaal ingepakt. Hij heeft een soort van pyjama achter gaan omdat ze morgen vrij vroeg weg moeten. En hij moet natuurlijk wel schoon blijven dat hij in zijn stal niet lekker zichzelf vies gaat maken. Want daar is zo'n zweetdekentje om. Staart zit in een vlecht met anti-glitterin. Dus hij gaat nu lekker op stal. Dan kan hij lekker vannacht slapen en uitrusten. En dan moet hij morgen aan de bak, want we moeten zichzelf laten zien. Nou, vandaag is het dus de volgende dag en we zijn nu aan het vrijspringen met de paarden, zoals ik al had gezegd. En nu eerst is Jack aan de beurt. En Jack heb ik natuurlijk in een vorige video al aandacht aan besteed, want die rijdt dus nu een beetje. En Jack vindt het heel erg leuk. Eerste keer snapte hij het nog niet, toen begon hij een beetje heel zachtjes overheen. Dus, maar nu snapt hij het en nou vindt hij het hartstikke leuk. Storm is dus vandaag naar de hengstenkeuring toe. Daar komen als het goed is ook een paar beelden, want zij gaan daar waarschijnlijk ook een beetje filmen. Maar ik ben dus hier nu bij het vrijspringen. En eerst gaat Jack nu en daarna gaan de drie paarden. Onder andere Casanova, Luca en Ivana gaan dan nog. Dus Casanova kennen jullie natuurlijk ook uit de video. Ik ben heel erg benieuwd hoe die het gaat doen. Maar eerst Jack nu. Kijk, komt ie. Wow. Hij vindt het iets te leuk. Maar ik ga nog eventjes verder met filmen. Nou, de drie paarden van hier, die hebben net alle drie gesprongen. Dus Casanova, Irvana. Casanova staat daar. Casanova is de enige die ook over de hekjes heen sprong. En Luca heeft ook gesprongen. Die is nu nog buiten eventjes aan het uitstappen, want die is echt net klaar. Die deed ook al goed. Alleen ja, ik weet niet of dat echt een springpaard is, maar op zich deed het wel heel leuk. En deze twee deden het allebei ook heel erg leuk.
En ik zou eigenlijk Casanova ook nog gaan rijden. Alleen, ik vind dat hij het wel eventjes genoeg heeft gehad aan het vrijspringen. Dus ik ga hem niet meer rijden. Want hij was best wel aan het rennen ook bij het vrijspringen. Dus ik denk dat het ook wel even genoeg voor hem is voor vandaag. Dus die ga ik niet meer rijden in ieder geval. Maar ja, de paardjes hebben nu dus in ieder geval vrijgesprongen. En ik zal nog een beetje uitleggen over deze video. Ik heb dus gisteren met jullie de hengst... Storm. Zo, dat duurt lang. Storm gewassen. En die is dus vandaag naar de hengstkeuring toe. Dat is goed, dan krijg je er dus ook nog beelden in deze video van. En deze paardjes hebben vandaag allemaal vrijgesprongen. En vanochtend heb ik ook nog wat gereden. Maar dat zit in een andere video. Maar ja... Dat is dus waar deze video een beetje over gaat. Ik vind het namelijk best wel lastig om video's te bedenken nu ik Mojito niet... Ik zal even naar Moto lopen. Nu ik Mojito niet kan echt iets mee kan doen. Dus het is best wel lastig om video's te bedenken. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon laten zien wat ik doe allemaal. Nu ik Mojito niet kan rijden. Dus vandaar deze video. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden om te zien. En hopelijk kan ik snel binnenkort ook weer mijn Mootje filmen. Die mag in ieder geval over... nadenken. 4 dagen volgens mij alweer. 1, 2, ja, voor 4 nachtjes mag hij alweer. Dan ga ik hem proberen, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat met je. Ja, ik hoop in ieder geval dat jullie dit ook leuk vinden om te zien. Ik ga Mo in ieder geval zo nog eventjes lekker wandelen. Zo, nou, alle paarden hebben net vrijgesprongen, dus die zijn allemaal klaar. En dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe dus de hengststorm naar de hengstkeuring is geweest. En het vrijspringen gezien te hebben. Dus geef deze video in ieder geval eventjes een duimpje omhoog. En wil je nog meer video's zien? Check dan even deze video. Wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!